Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. De Wereldtuinbouwtentoonstelling, oftewel de Floriade, wordt sinds 1960 één keer per tien jaar in een Nederlandse plaats gehouden. Nederland staat wereldwijd bekend om de prachtige bloemen die het levert en viert, dit dus eens in de tien jaar. De Floriade is de opvolger van de Flora-tentoonstellingen. Daarnaast wordt er door de Keukenhof ieder jaar een bloemencorso georganiseerd. In deze les leren we u over de Nederlandse Floriade. Welk Nederlands spreekwoord over bloemen heeft als betekenis feestvieren? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. De Floriade is de benaming die gebruikt wordt voor de in Nederland gehouden wereldtuinbouwtentoonstellingen en is dan ook onderdeel van andere beroemde bloemententoonstellingen die wereldwijd worden gehouden. De laatste Floriade van 2012 werd gehouden in Venlo. Eerdere Floriades werden gehouden in Rotterdam, Amsterdam en in Den Haag. Ieder jaar laat de Floriade een stukje van zich achter. In Groenendaal zijn de overblijfselen van de bloemtentoonstelling in 1953 nog steeds te bewonderen. Zo heeft Groenendaal een prachtig paviljoen uit die tijd: met verwilderde narcissen en hyacinten. De Keukenhof is toch wel het mooiste lentepark van Nederland, dan wel niet van de wereld. Met meer dan 7 miljoen tulpen, narcissen en hyacinten is er een ruime 32 hectare aan geur en kleur die op je staan te wachten. In de verschillende paviljoens wisselen 30 bloemen- en plantenshows elkaar af. Naast deze paviljoens zijn er ook 7 inspiratietuinen voor de creatieveling onder ons. Vele kunstwerken die te danken zijn aan deze inspiratiebron, vinden dan ook hun weg terug naar de keukenhof en komen goed terecht tussen de bloemen. Een karso is een typisch Nederlands verschijnsel. In Nederland zijn er zo'n 20 karso's. We hebben het net over de twee bekendste gehad. Nederlands grootste karso is dat van Zundert, dat plaatsvindt op de eerste zondag in september. De Sunderster Corso kwam zaterdag 13 oktober 2012 als eerste Nederlandse traditie op de landelijke inventaris van immaterieel cultureel erfgoed en is ieder jaar een gigantisch succes. Daar de Keukenhof een duidelijke band heeft met de bedrijfsmatige bloemen- en bollenteelt, is het Sunderster Corso geheel voor het amusement georganiseerd. <totstuken> De plannen voor de Floriade van 2022 liggen al klaar. Zo heeft de regio Boskoop samen met zeven gemeenten en de provincie Zuid-Holland een voorstel gedaan om de komende Floriade te organiseren in het hart van Holland. Het gebied waar de tuinbouw groot geworden is en nog steeds de motor is van die regio. En nu het antwoord op de quiz zojuist. Welk Nederlands spreekwoord over bloemen heeft als betekenis feestvieren? Het Nederlandse spreekwoord de bloemetjes buiten zetten heeft betrekking op de versieren van een stad of een dorp voor een feest. Het spreekwoord heeft dan als betekenis ook feestvieren. Een passelijk spreekwoord voor tijdens de bloemencorso's. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Wat is uw favoriete bloem? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com en tot de volgende keer!